kom net uit de Mos vandaan. Ik sta vanavond niet hier helaas. En ach ja, wel gestaan. Het was een andere opzetting vanavond. Iets minder artiesten. En wel weer de toezegging dat volgend jaar dat mag staan. Maar ik denk, ik ga toch even twee tellen kijken. En ja, de sfeer is fantastisch. De zaal ziet er wel iets anders uit als de normale Ahoy. Ja, ja, het is gewoon weer een nacht van Oranje. Het is gewoon weer één groot feest. Ziet er geweldig uit. Ja. Ja, vorig jaar was je jubileumjaar. Hoe kijk je daarop terug? Ja, fantastisch. We hebben echt een super mooi concert gehad. Helemaal uitverkocht. Leuke gastspelers met Frans Duits, Thomas Berg, Gerard Joling die spontaan de gouden plaat had kwam rijken. Ja, wat dat betreft hebben we echt een super jaar achter de rug. Dubbel album uit. We zijn nu bezig met een nieuwe single. Die komt over een week of drie komt die uit. Heel iets anders wat mensen van mij gewend zijn, maar wel echt iets leuks. Want mensen die tot nu toe, dit staat een filmpje op YouTube. Mag ik even kijken, Alex, je bent wie je bent. Daar staat het filmpje op. En ja, de reacties zijn nu al overweldigend. Want mensen verwachten dit niet van mij, maar vinden het wel heel erg goed. En daar ben ik heel erg blij mee. Het liedje gaat eigenlijk over allerlei verschillende soorten mensen. Er zitten twee gehandicapte jongens in mijn clip. Er zit een stel in, een lesbisch stel zit erin. Er zitten kinderen zitten erin. Er zitten nog een paar kinderen in met een shirtje van Zeg je tegen zinloos geweld, waar ik ambassadeur van ben. Dus we hebben eigenlijk van alles hebben we wat gepakt. En dat is eigenlijk, je bent wie je bent. Het maakt niet uit wie je kent, wat je doet of wat je zegt. Dus wees gewoon lekker altijd jezelf. Doe gewoon leuk, vrolijk. En dan, ja, zo zit ik in elkaar. En ik hoop ook wel dat andere mensen zo in elkaar zitten.